Gert-Jan Bosman, derde hier. Wel tevreden na afloop? Het heeft even tijd nodig om het te verwerken. Maar goed, ik denk dat ik gewoon tevreden moet zijn. En, je zit dicht bij een overwinning van de ster en dan laat je hem door een foutje niet je eigen sprint kunnen rijden. Daar baal ik achteraf heel erg van. Maar goed, derde is een mooi begin van het seizoen, zo moeten we natuurlijk ook weer zien. Wat ging er fout? Nee, goed, Jacob, zoals rassprinter, die hield het gaatje mooi open en ik kies de snelste weg om naar de finish te komen. En hij gooit op dat moment het gaatje gewoon perfect dicht en ik zit gewoon opgesloten. En dan is mijn sprint verkeken en dat is jammer, maar goed, dat hoort erbij soms. Jullie waren met 9 weg. Wanneer wist je dat jullie het gingen halen tot het einde? Nou, we waren eerst met 5. En met 5 man, 180 kilometer is natuurlijk een heel lastig verhaal. En toen kwam er 4 man oversteken en achteraf zijn we daar heel erg blij mee. Want met 5 man ronddraaien, dat is natuurlijk niet echt lekker. Dus toen kwam er 4 man terug en toen hadden we gewoon een goede kans, want alle ploegen zaten mee. En goed, toen hoorden we dat de Rijken natuurlijk niet mee zat. Maar goed, met 8 man op 9 man iets dicht proberen te rijden, wordt natuurlijk ook een heel lastig verhaal. En goed, toen zeiden ze 8 minuten, toen wisten we wat we redelijk gingen halen. Wat was uiteindelijk je plan in de finale? Want je zegt, nou, ik heb een fout gemaakt, maar wat was je plan? Ik wou gewoon gokken op mijn benen, op mijn snelle benen. En daar heb ik gewoon goed op gegokt. Alleen, laat ik me opsluiten. Dat was niet echt het plan. Je hebt ook de bolletjes trui, de eerste. Is dat nog een positief punt, dat je achteraf denkt van, nou, plus extra tevreden? Ja, zeker. Ik denk dat het voor de ploeg ook geweldig is dat je net iets meer in de aandacht komt. Gewoon een nieuwe ploeg. En dan kom je net iets meer in de aandacht door een shirtje te hebben. Ja, dus voor een nieuwe ploeg is dat natuurlijk hartstikke mooi. Wat is het volgende doel voor jou van dit seizoen? Ja, een keer een klassieke winnen. We waren er vandaag dichtbij. Maar goed, dat geeft natuurlijk ook vertrouwen voor de rest van de koers. En het seizoen is nog knijterlang natuurlijk. Dus we gaan er gewoon hard voor. En we zijn gelukkig weer fit. En dan zien we wel wat het brengt.